guys, my name is Sabina and welcome to finally another video. It's been over a month since I posted one. So within this time, I have reached 3,000 subscribers. So I just want to say thank you guys so much for that because that's just amazing. That's a lot of people. Today, I have kind of a special video. I mean, I've talked about this in a video, but I've kind of very secretly mentioned it in a video. I've been having a couple of other distractions, but today we have a very special guest. By the way, I won't be doing this video in English just because we're both Dutch and we can just speak Dutch with each other, but I will do subtitles on this video so everyone can watch it. But today I'm gonna do the 36 questions that lead to love, but I've already found my love. Nou, kom erbij. I'm introducing you guys to someone. My boyfriend. What up? Dat is heel raar om dan even over te gaan. Hi guys. Oh, kloten. Nee, mag ik niet. Ja, Tim heeft zijn laptop bij zich. Oh, ik ben Tim trouwens. Oh ja, hoi. Dit is Tim. Wacht, vertel even iets over jezelf een beetje. Ik ben Tim, 19 jaar en kom uit Nederland. En dat was het. Zo interessant. Ik ken niet zo'n interessant leven. Nee, hij is heel saai eigenlijk. Ik kende de hele deze challenge ook niet ofzo. Het is geen challenge. Ja, geen challenge. Wow, heel eventjes, dan kan het licht iets zachter. Oké, dit zijn dus eigenlijk vragen voor als mensen elkaar nog helemaal niet kennen. En dan... zijn het best intense vragen volgens mij om dit aan elkaar te stellen. Maar ik denk dat we alleen de meest interessante gaan doen. Want 36 vragen is best wel veel. Ik zei tegen Tim, wil je een keer op mijn kanaal komen? En toen zei Tim, yes. Oh. Ik wilde alleen echt niet zo'n boyfriend tag doen. Dat vind ik zo cliché. Dat vind ik echt niet leuk. Wellicht dat we ook een keer met boeken en jou een video kunnen maken. Dus als je zo van, boyfriend does my... chooses my TBR of boyfriend does my book haul. Lijkt me ook best wel grappig als jij boeken voor mij koopt. En dat ik ze dan moet lezen. Ja, ik koop wel boeken voor je. Yay! Even manipuleren om boeken voor mij te kopen. Dit vind ik eigenlijk best wel een interessante vraag. Zou je graag bekend willen zijn? Dus famous? En in wat voor, op wat voor manier? Oh, die weet ik wel. Dat weet ik al trouwens van jou. Ja. Zeg maar. Ik zou dan als basketballer bekend willen zijn. Ik speel basketbal. Dus dan best wel obvious om gewoon als basketballer dan famous te zijn. Zou je dan ook net zo famous, zeg maar natuurlijk op dat NBA? Ja, het hoogste niveau, dus dan wel dat. Oké. Okay. Ja. Zou ik famous willen zijn? Ik denk het niet eigenlijk. Nou, ik zou wel graag... 3000 abonnees, weet je hoe populair. Oh my god, honey, stop famous. Nee, maar ik zou wel op YouTube... Nou, YouTube famous vind ik ook overdreven, maar wel gewoon een groot publiek willen hebben op YouTube. Wat is je grootste accomplishment, je grootste... Wat je tot nu toe bereikt hebt, waar je het meest trots op bent, denk ik. Ik heb wel een idee voor jou. Wat dan? Nee, ik ben benieuwd wat jij zelf gaat zeggen. Ja, ik ben even aan het denken. Voor jou denk ik misschien vorig jaar je P hebben gehaald in een jaar. Dat of de middelbare school denk ik gewoon dat ik dat gewoon gehaald heb. Dat vind ik echt niet boeiend. Ja, maar dat is wel... Ja, oké. Okay. Heb ik wel gewoon afgesloten. Dus, wat zou jij zeggen? Gewoon mijn P dan denk ik. Ja. Ik heb toch in dat ene jaar van de universiteit heel veel veranderingen meegemaakt. En het is me toch allemaal gelukt in één keer. Wat denk jij van mij dan? Oh, nou, ik dacht met basketbal dat jullie toen vorig jaar of zo kampioen waren geworden. Dat was 2016. Ja, ik weet het allemaal niet. Zo lang ken ik jou nog niet. Dus maar iets met basketbal dat je toen gewonnen had. Dat filmpje met dat je zo... Ja! Yeah! En zo doen. Hoe? Ja! Ik weet niet. Ik heb niet echt één ding wat ik eruit kan halen van dat ik denk van... Wow, dat is echt... Ah, oké. Okay. Beste van de basis. Nee? Wat is je meest... gewaardeerde herinnering? Vakantie Bonaire met papa. Ja? Ja, dat is bij mij echt wat. Toen ging ik met mijn vader na het einde van de middelbare school naar Bonaire. Dat is een klein eilandje in de Antillen. Dus een de Nederlandse Antillen. Dus daar praten mensen ook gewoon Nederlands. Wel aan de andere kant van de wereld, maar oké. Okay. Het is echt zo mooi daar. We hebben heel veel gedoken. Een familie van ons die woont daar ook een beetje. Dat vond ik wel echt speciaal om met papa op reis te gaan. Ik vind het echt moeilijk. Ja. Ik heb niet zomaar heel veel, ik maak heel veel leuke dingen mee in mijn leven, dus. Ik heb zoveel leuke dingen, ik kan gewoon niet kiezen. Ik kan niet denken. Zo nerveus met een camera erbij. Jongens, dat is mijn YouTube debuut, hè. Ik had een hele leuke schoolexcursie naar Praag, toen met mijn echt goede vrienden. Dat vond ik echt, daar hebben we het nog steeds over. Most treasured memory is deze zomervakantie. Oh, nou. Nee, grap. Most terrible memory. Ja, die staat eronder. Most terrible memory. Ik heb Tim deze zomervakantie ontmoet. Dus. Er staan echt vragen tussen waarvan je denkt, oké. We hebben even nieuwe vragen verzorgd. Dus. Dit zijn ook wel een beetje van die echt van die boyfriend. Ja, maar die skippen. Dus. Waar was onze eerste date? In de bioscoop. Ja. Was niet gisteren hoor. Nee. Gingen we echt met z'n tweetjes weg. Hè? Gingen we naar Ant-Man and the Wasp. Ergens in augustus was dat toen. Dat was my birthday.
Wanneer ben ik jarig? Nou, dat moeder... Jezus, 6 december. Welk eten haat ik? Champignons! dat is echt zo'n lopend grapje nu. Want Tim die haat champignons. Alleen jij zei van... dat je dat nog wel een keer wilde proberen om te kijken of je het nog echt wel zo vies vond. En toen heeft mijn vader echt een keer eten gemaakt. Champignonsoep. En daarna lasagne met champignons. En dan vond hij nog steeds niet zo lekker. Ja, jij stamppot, hè? Ja, ik vind stamppot niet zo lekker. Wat is het Engels woord voor stamppot? Volgens mij heb je daar geen woord voor. Volgens mij is het meer hè, van mashed potatoes en dan nog iets van groente er doorheen en dan gewoon prakken. Wat is mijn schoenmaat? 43? Ja, 43. Ja, van jou 40. Yay! Dat is ook zo nuttig om te weten, hè? Als ik iets zou verzamelen, wat zou het dan zijn? Nou, wat zou het bij mij zijn? Jij verzamelt boeken. Really? Voor jou denk ik, nou, ik vind het bij jou een beetje lastig. Want ik zou zeggen, of schoenen eigenlijk, of zeg maar kleren. Want jij hebt toch best wel af en toe wat duurdere kleren of schoenmerken. Wat zou je voor jezelf zeggen? Als ik iets zou sparen, dan zou ik sparen. Ja, misschien dan wel gewoon schoenen of zo. Ja. Wat jij net zei. Ja. Wat is mijn favoriete boek? Nou, dan mag je voor mij zeggen. Ik weet wel wat mijn favoriete boek is. Ja, maar als ja, maar ken weet ik jij het? Hem? Ken ik nou, het? Ik denk dat ik er wel over gepraat heb, maar ik weet niet of... Ik denk niet dat je het niet What if it's us? Nee. Die ligt daar. Ja, maar dat is niet mijn favoriet. Nee. Die heb ik wel gelezen, deze trouwens. Maar die was wel... Ik vond deze wel echt heel erg leuk. Ik weet trouwens wel wat jouw favoriete boek was. We stonden vorige keer in Utrecht en toen zei oh, dit is echt mijn favoriete boek. En toen moest ik naar een paar... In Den Haag. En ja. Toen moest ik die bladzijden lezen. Ja. Is dat je favoriete boek? Ja. Nou, dat is hem, maar ik weet alleen niet hoe die heet. The Exact Opposite of Okay van Laura Stephen. Yeah. Proud of you! Yeah. Good job! Wie is het meest jaloers? Nou, zo. En ik wou allebei echt heel erg. Ik. Ja, Tim is zo jaloers. Ja. Oh, als ik een dier was, welk dier? Jij? Ja. Ik weet wel welk dier ik zou willen zijn. Oh, mijn been slaapt. Een pinguïn. Nee. Je zit toch laatst bij dat SeaWorld, weet je toch? Oh, die pinguïn is fucking. Vet. Ja, pinguïn is heel vet. Ja, nee. Voor jou, ik heb echt geen leeuw of zo. Ja, die dikke Bagheera van Jungle. Van Mowgli. Ik zou echt wel zo'n gekke zwarte panter willen. Ja, hij zou sowieso een vis willen zijn. Ik denk het wel. Zo'n koffervis. Die vind ik zo schattig. Kan je daar een plaatje van? Ja, ik doe zo'n plaatje van die honeycomb. Wat doe je? Honeycomb? Nee, het heet geen suitcase vis. Ja, gewoon een koffervis. Schattig. Die ben jij, ja. Die zijn zo klein en vierkant. En lelijk. Dat ben jij, ja. Nou mensen, dit was de video. Even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat ons weten in de comments wat voor video's we eventueel nog in de toekomst zouden moeten opnemen. Of wat jullie leuk zouden vinden. Of jullie sowieso willen dat ik nog een keer kom. Ja, misschien denk je van nou, wat een rot jong. Als je nog meer video's van wil zien, kan je op het abonneerknopje drukken. Hier ergens op het scherm of hier beneden op de knop. Jullie kunnen me ook nog volgen op mijn social media accounts. Omdat ik natuurlijk normaal video's over boeken maak, heb ik een Goodreads. Maar ik heb ook Instagram, Snapchat en een e-mailadres. En linkjes daar naartoe staan in de beschrijving. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Doei!